Ja, dit is echt, vrienden. Nou, dit is echt te gek voor woorden. Wat ik nou gezien heb, dit kan toch absoluut niet. Ik bedoel, in dat Feyenoordstadion, heb je dat gezien? Nou, moet je horen, ik vind alles goed en wel. En ik ben helemaal niet zo voor PSV, dat weten jullie helemaal niet. En ik heb dan ook liever eigenlijk, als er dan een kampioen is, dat Ajax kampioen wordt. Maar dit wat er hier gebeurd is in de Kuip. Hier wordt PSV gewoon enorm genaaid. Genaaid, dat is het woord wat daar gebeurt. In de Kuip. Die kutse boeienhoek, of hoe heet die scheids? Hoe kan dat nou? Hoe kan je daar nou een penalty voor geven? En dan ben ik ook nog eens een keer, kan je nagaan, maar je moet eerlijk zijn. Eerlijk is eerlijk. Ben ik ook nog eens een keer voor Feyenoord. Hé, maar wat daar gebeurd is, nee. Dat druist tegen alles in van rechtvaardigheid of wat dan ook. Die Torenstra, die schiet. Die schiet en dan gaat dus die Mauro, die komt dus, die draait zo. Die draait zo, zo. En zijn elleboog is hier. Hier komt die bal tegenaan. Waar, vrienden, daar gaat het om. Waar moet deze arm naartoe? Waar dan? Moet die gelijk in zijn onderbroek verdwijnen? Hop. Moeten we dan alleen nog maar spelers opstellen? Met Softeron die halve armpjes hebben. Hoe kan dat nou? Hoe, vrienden toch? Dit is zo verschrikkelijk oneerlijk. Zo verschrikkelijk daarnaast. En dan ook nog eens een keer. Los van die Gucci Boejoek. Die dat doet. Die zegt tuut, strafschop. Hebben we ook nog eens een keer de VAR. En de VAR die kan hier naar kijken. En die weet dus gewoon. Dit is totaal. Geen hens. Niks mee te maken. En dat moet dan het kampioenschap van Nederland beslissen. Nou vrienden. Ik ben enorm niet alleen teleurgesteld. Ik ben boos en ik ben kwaad. En ik vind het helemaal niks.